Dames en heren, de koning van de Polonaise. Ja, gezellig! Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, sluit maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Een eeuw geleden was de Polonaise er nog niet. Hier een verdwaalde eenling en daar een zielepiet. Maar toen kwam de koning met een vorstelijk idee. Handjes op de schouders en loop maar lekker mee. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, sluit maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. La 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 la. Je werd al snel een beetje saai. Dus keer je nu maar om. Omdraaien. Ik zeg een halve draai. De koning heeft gesproken van je holadier. Handjes op de schouders en loop maar lekker mee. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, sluit maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Ja! Lieve koning, doe maar, doe maar, doe maar! Aartjes, even zwaaien nu. Afgelopen zaterdag was het carnaval in Slagharen. Ach, dat bent u niet ontgaan natuurlijk. Overal was het carnaval in Nederland, in Dedensvaart en natuurlijk in Slagharen. Voor even het turfgat. Wij nemen u mee naar de optocht die afgelopen zaterdag hier dwars door het dorp heen trok. Een bondgezelschap. Ik wens u heel veel kijkplezier. Ja, bij mij aangeschoven hier Geert-Jan de Eerste, Prins Carnaval en adjudant Hans. Ja, even de belangrijkste mensen van de hoofdstad van Hardenberg en dat is Slagharen of het Turfgat. Turfgat, nu op dit moment. Het Turfgat, hè. Laten we even beginnen bij afgelopen vrijdagavond. Toen ging het carnaval open. Jij kreeg de sleutel overhandigd van Douwe Prinsen, de wethouder van de gemeente Hardenberg. Wat ga je met die sleutel doen? Ja, die hou ik bij mij totdat carnaval afgelopen is en dan brengen we hem weer terug naar de burgemeester. Ja, maar je mag bepaalde dingen onder de aandacht brengen, hè? Heb je al nagedacht wat dat zou kunnen zijn? Want nogmaals, jij bent voor even de burgemeester van het dorp. Ja, nou ja, ik heb met de speech aangegeven dat het parkeerbeleid in de zomer hier, dat het Slagharen helemaal vol staat met auto's. En het telefoonbereik hier in de Slagharen nog steeds slecht is. Dat zijn een paar punten die ik aangehaald heb. Naast de belangrijkste dag, vrijdag, dat je echt die sleutel krijgt, is de optocht waar we nu zijn erg belangrijk. Nog een paar minuten, dan gaat die van start. Maar wat doet nou een Prins Carnaval, oftewel Prins Geert-Jan de Eerste? Bedoel je met de optocht? Of? Nou, met de optocht en andere belangrijke momenten. Ja, je bent gewoon een beetje degene die de groep een beetje aanstuurt. Dus voor de rest is dit weekend voor mij vrij rustig, zeg maar. Toch wel even de belangrijke mensen die hebben nog altijd een adjudant. Adjudant Hans. Erg heel belangrijk, de rechterhand van de prins. Wat doe jij hem? Stuur jij hem de kant op waar hij moet zijn? Ja, dat is wel de bedoeling. Ik heb het hele programma gemaakt en samen met de prins en dan werken we dat uit samen met de Raad van Elf. En ja, dat stuur ik allemaal wel een beetje, ja. We zijn op zoek geweest naar het gevoel van carnaval hier in dit dorp, hè? Even de hoofdstad van onze mooie gemeente Hardenberg. Geef jij nou eens aan als adjudant van de prins, wat is nou het echte gevoel van carnaval voor de Slagharenaar? Ik denk een samenhorigheid, een grote feest met elkaar. Geen gezeur en feest, allemaal feest. Feest en bier? Ja, ook wat bier natuurlijk, hoort erbij, hè. Wie is de prins achter die mooie hoed die je op hebt? Ik ben Geert-Jan Piest. Ik woon hier in Slagharen al een paar jaar. Ik ben voorzitter van de speeltuin. En dat is eigenlijk wel wat ik doe eigenlijk hier op Slagharen. Hoe word je prins? Wordt gevraagd door de oud-vorsten of je prins wil wezen. Nou, ik vond het een hele eer natuurlijk dat ik gevraagd ben. En ik zei volmondig ja natuurlijk. En
Toen heb ik Hans uitgekozen als mijn adjudant. En dat was ook wel kat in bakkie dus. Kat in bakkie, ik wens jou vanmiddag tijdens de optocht heel veel plezier. Adjudant Hans, wie ben jij? Ja, ik ben Hans Wubier dus. En in het dagelijks leven ben ik dus geen adjudant, maar dan werk ik gewoon. En ik woon hier ook in Slagharen en ik kom van Schuinersloot officieel. En dat is een beetje wat ik doe, wie ik ben. Kiest de prins zelf zijn adjudant uit of doet dat ook de oud-vorsten? Nee, dat is aan de prins. Die kiest een adjudant uit en dan word je gevraagd. En dan moet je met thuis rond overleggen en dan is het niet zo moeilijk om ja te zeggen. Nou, ik zei net in de prins, jouw baas voor even, hè, tot en met dinsdag. Ook heel veel succes. Nou ja, jullie ook. Bedankt. Hofnar Tim, jij bent vandaag zowat net zo belangrijk als Prins Carnaval met zijn adjudant. Maar wat is nou de functie van een hofnar? Ja, dat is leedvermaak, de mensen de gek aansteken en als het rustig is, het spul weer op gang zien te krijgen. Dus toch wel een hele belangrijke taak, lijkt mij. Het is nog belangrijker als de prins. Oké, hoe lang doe je er nou over voordat je helemaal zo opgesminkt bent? Nou, daar ben je toch wel gewoon 2-3 uurtjes mee bezig. Voordat je echt klaar bent. Wat is nou het echte carnavalsgevoel in Slagharen? U weet dat misschien niet, of misschien wel. Twee ras-echte Slagharenaren, huisarts Tinselboer en Gerard Temming, jarenlang plaatselijk belangvoorzitter, die gaan ons dat vertellen. Meneer Tinselboer, jarenlang huisarts geweest in Slagharen. Hoe lang precies? Nou, iets van 42 jaar. U bent geen ras-echte Slagharenaar, hè? Nee, ik ben dus geen ras-echte Slagharenaar. Wat brengt u dan hier bij het carnaval? Omdat ik vind dat carnaval toch een gebeuren is van het hele dorp. En ik ben dus geen Slagharenaar van geboorte, maar ik voel me wel Slagharenaar. Ik vind, en zo voel ik me ook, ik hoor erbij. Naast de huisarts Gerard Temming. Gerard, ook jarenlang plaatselijk belangvoorzitter en wel een echte Slagharenaar, hè? Ik ben inderdaad een echte Slagharenaar, maar mijn Tinselboer die als hiernaast staat, die valt ook wel onder de echte Slagharenaren, hoor. Ze zeggen wel eens, carnaval dat moet in je genen zitten, hè? Je moet in dat dorp geboren of getogen zijn, hè? Leg eens uit, wat is dat nou, dat carnavalsgevoel? Nou, carnaval is eigenlijk iets wat in de Rooms-Katholieke omgeving voorkomt. En met name ook in Limburg, maar in alle andere uithoeken van Slagharen. En ik denk dat daarom Slagharen ook een bijzondere band heeft met het carnaval. Ja, wat is die bijzondere Slagharenaar? Nogmaals, u hebt jarenlang bij mensen thuisgekomen. Mensen komen bij u op audiëntie, laat ik het zo even noemen. Nou, audiëntie is meer een beetje carnavalstaal, hè? Maar omschrijf u eens als niet Slagharenaar de cultuur van het dorp. Nou, Slagharen is toch wel een dorp wat gekenmerkt is door een wijgevoel. En af en toe op het gebied is van carnaval, voetbal, burenhulp. Het is wel een dorp wat elkaar dus helpt, wat een grote saamhorigheid heeft. En dat heb ik altijd gewaardeerd. En daarom ben ik hier ook zo lang gebleven. En ik hoop hier ook nog lang te blijven. Ik vertrek niet uit Slagharen. Kijk, dat mogen we graag horen. Gerard, ik verwonder mij er altijd over, deze mega carnavalsoptocht. Dat betekent wat de Tinselboer ook net zei, de saamhorigheid. Dat beaam jij natuurlijk, want niet zeuren, maar doen. Niet kniezen, maar, hoe doe je dat ook alweer? Niet kniezen, maar zeuren. Niet zeuren, maar kniezen. Zoiets is dat in ieder geval. Maar Slagharen is inderdaad een Bourgondische omgeving. Daar wordt Bourgondisch geleefd en we genieten hier volop. En dat is de echte cultuur van dit dorp? Dat denk ik wel. Als je in de omliggende plaatsen kijkt, dan is het Slagharen echt wel een beetje Bourgondisch aangelegd. Kun je wel zien aan de horeca. Hier heb je 4 of 5 horeca's. Men geniet hier volop. Maar wat ik zie aan jullie beide heren, begin ik even weer bij meneer Tinselboer. Ik had toch verwacht dat u wat carnavals outfit aan had. Ja, maar goed. Ik vind dit dat... Ik sta hier niet als carnavalist, maar ik sta hier dus, en dan meen ik echt, als Slagharenaar. Vandaar... Het was natuurlijk best dat ik een beetje de show wilde spelen via een carnavalspak. Maar zo zit het toch niet in elkaar om me dat op de vroege morgen al uit te dossen. Maar ik vind het een prachtig feest. Dus Slagharen blijft uniek? Ja, zeker. En u had ook eigenlijk met ons afgesproken. We mogen niet in carnavalskleren komen, maar we gaan nou zo huiswaarts. We trekken een soort carnavalkostuum aan en gaan er volop tegenaan. Dat mag ik graag horen. Oké, dank u. Dankjewel.
Als ik zo zie, dan denk ik hier staan 1, 2, 3, 4, 5 prachtige mooie meiden. Het zou haast Zeeuws meisjes kunnen zijn, maar jullie zijn in dit geval Hollandse grietjes. Maar ik maak ervan Slagharense grietjes, klopt dat? Ja, is ook goed. Helemaal zo. Hoe komen jullie op het idee om zo gekleed te zijn? Nou, vorig jaar waren we dit ook in Gramsbergen en dit jaar wouden we weer zelf te doen. Is het niet koud? Beetje. Ja, wij als mannen zeggen altijd, nou die rokken die zijn ongeveer 2 handbreedtes boven de knieën, maar dat haal jij niet helemaal, toch? Nee. Klompen, rare klompen zelfs. Ja, mooi hè? Ja. En allemaal dezelfde kapsel, bij wat voor kappers zijn jullie geweest? Onszelf. Allemaal dezelfde kapsels? Ja. Jullie zijn de cowboys uit Schuine Sloot. Hoe lang ben je nou bezig om zo'n wagen te maken? Nou, zo'n beetje vanaf september vorig jaar zijn we zo'n beetje begonnen. Dat is nogal wat. Dat kost veel tijd, hè? Nou, bijna iedere zaterdag. Iedere zaterdag? Iedere zaterdag, met een man of 10. En dat voor, nou zeg maar, 2,5 uur? Zaterdag bedoel je? Ja, ja, met de optocht. Ja. Ja, nou, daar heb je voor over, hè? Ja. Hoe kom je erbij om als cowboy hier naartoe te gaan? Nou, we hebben al heel veel thema's gehad. En dan, denk ik, was een vogelverschrikker en indianen hebben we al gehad. Dus dan doen we een keer iets met cowboys. En de ene bedenkt dit en de ander bedenkt dat. Nou ja, zodoende zijn we hier op dit thema gekomen. Je doet het met de kou.
Bent u de nieuwe pastoor misschien? Ja, we zoeken wij. En we zijn afgevaren vanuit het bisdom. En we zoeken pastoor op Slagharen. En nou, onder de 15 liefst. Heeft Slagharen dan al jaren geen pastoor meer? Geen pastoor? Nee, de pastoraal medewerker. Doet ze goed zijn best. Maar eigenlijk een echte pastoor is toch wat... Heeft denk ik te maken met het salaris. Jullie gaan geld inzamelen voor het salaris van de nieuwe pastoor. En voor het onderhoud van de kerk natuurlijk. De kerk heeft veel onderhoudsgeld nodig. Ja. En we willen ook een nieuw kerkorgel. Want deze is een klein beetje vals, met name in het lagere register. Dus mensen, geef gul voor deze flauwekul. Maken jullie zich ernstig zorgen over de zorg in Nederland? Ja, dat klopt. Daar maken wij ons ernstig zorgen over, zoals u ziet. Ja. Volgens mij zijn jullie een hele eind wezen lopen. Waar komen jullie weg? Nee, we zijn eigenlijk de Lion King, maar van een musical. Er moet nog gebouwd worden voor het zwembad in Slagharen. Ja, we zijn al pas begonnen. En dat is belangrijk. Jazeker. Hoe belangrijk is dat zwembad wat bij het attractiepark komt voor Slagharen? Ontspanning.
Ontspanning en beleving. Ontspanning en beleving. Maar dat doen jullie nu toch al in Slagharen bij de carnavalsoptocht? Een voorproefje, hè? Een voorproefje. Geef allemaal hints hoe het kan. Wie zijn jullie? Wij zijn een vriendengroep met elkaar. En waar komt die weg, die vriendengroep? Hoofdzakelijk uit Schuinersloot, maar ook wel uit Slagharen. Overal ergens. En wat stellen jullie nu voor? Wij zijn allemaal spekken en wij spekken de carnaval. Dat staat ook op de kar. Ik zeg al, wie is er niet groot mee geworden met kalfheer pindakaas? Ja, wij allemaal uiteindelijk, hè? Hey. Kinderen meegenomen, hartstikke gezellig. Onze minister-president plezier, want het is een schatkist. Ja, dat klopt. Wordt hij gebracht naar Den Haag? Ja, dat klopt helemaal. En de aftrap is hier in de Hofresidentie Ome Dries. En wat is dan de routing verder? Ah, we gaan hier zo langs en dan helemaal achterlangs en dan nog een rondje en dan eindigen we hier bij Ome Dries. En dan wordt die schatkist leeg gedronken vanavond? Ja, die wordt zeker leeg gedronken, ja. Wat voor straat zijn jullie? Wij zijn de Spa. De Spa en de Turflaan. U bent,
U bent niet blij dat u oud wordt, hè? Of oud bent, kan ik beter zeggen. Nee, deze maatschappij, nee. Dat wordt er niet beter op, nee. Het wordt er niet beter op? Nee. Maakt u zich zorgen over de resterende maanden, jaren die u nog te gaan heeft? Ik praat niet meer over jaren, het is maanden. Ze pakt mij alles af. Wat een ellende toch in Nederland, hè? Ellende, maar goed, we hebben er mooi weer bij. Nu we positief blijven, rechtop en de vuur gaan. Is dit de flauwe power beweging uit de jaren 60? Ja, dit is de flauwe power beweging van de Herenstraat uit de jaren 60. En toen mocht alles nog, hè? En nu niet meer. Alles mocht, alles kon. We hebben ook een hele mooie joint, kijk maar daar. Is dat een joint? Dan gaan we even. U bent aan een joint. Ja, even op andere gedachten, hè. Oké, okay. Dat geeft een ruimer gevoel. Ja, echt wel. Wat ik mij afvraag, er staan allemaal vraagtekens onder, maar wat is dat? Ja. Wat houdt dat vraagteken in? Kom er maar eens op. Kom er maar eens op. Ga er maar op zitten. Ja, nou, geef dat geheim eens prijs. Nou ja, het is voor mij te hoog. Maar we hebben een ladder bij ons. Kijk, een ladder. Kijk. Een ladder. En daar moet hij op staan. Oh, nou, met die ladder. Oh, kijk. U gaat ons het geheim vertellen? Let op kijk en heuver. En dat wil dus niet. Je komt er niet op. De hellige vogels, wat houdt dat in? Ja, boze vogels, hè. En wat zijn boze vogels? Wij zijn de Angry Birds. En dan de Nederlandse vertaling, de hellige vogels. Jullie zijn out of the box? Out of the box, ja. En wat betekent dat precies? Ja, uit de box, maar toch? Ja, uit de box, ja. We zijn uit de box. Heel simpel dus. Heel simpel, ja. Maar carnaval is toch heel simpel en dat maakt het juist ook zo leuk? Dat, ja, zeker weten. Ja. Luchtballonvaders hier op de grond, op de straat, op de Herenstraat in Slagharen. Bijzonder toch? Ja, dat is wel mooi. Maar eigenlijk was het wat anders de bedoeling. We hebben er iets te weinig gas in gedaan. Normaal hebben we een 1,5 meter bonden grond gezweefd. Maar ja, helaas, de constructie werd te zwaar. En ja, dat is gewoon hartstikke jammer. Anders had het nog mooier liggen. Dus eigenlijk heeft u nu een probleem? Ja, nou, je kunt overal een probleem van maken. Maar dat doen we vandaag niet.
Ugge, ugge, ugge. Ja, het stukje van de mug, hè. Kijk maar achter u. Wat is er aan de hand? Mevrouw, wat is er aan de hand? Hij is gevallen. Is hij gevallen? Ja, hij is gevallen. Te veel drank gehad? Ik denk het. En nu? En nu verder? Gezond hoor. Hij is wel heel erg gezond hoor. Me kent niks. Alleen, hij ligt aan de bier, hè, Amstel.
Amstel, oké. Okay. En nu? Ja, ik probeer hem in de wind te krijgen, zomaar in, hè? Ja, of niet? Is die terminaal? Nee. We zijn Engelse drop, maar we zijn in Slagharen hier. Ja, maar Slagharen kan alles een durfgod zijn eigenlijk, hè?
trap. Een klein beetje de kul omhoog. Als jij die kliek op binnenhaalt, vertaal je eigen drank betaalt. Dan pas geloof ik jou. En stap jij eens bij mij in bed, zonder dat je hoofd bij hebt. Uit mijn naam. En dus met een gratis knipwerk met een Friese benen, hè? Dat moest ik nog even zeggen. Even een lekker oliebol de deuren erin bakken, hè? Geloof en jij in nieuwe schoenen komt, dan pas geloof ik ja. Als jij stopt met klagen en doet je in je vragen, ben ik voor altijd van jou. Maar je liefde dat je pas maakt. Jullie zijn hem harem van Marcel? Ja, dat klopt. En Marcel die zit daar op de trekker? Ja, Marcel zit op de trekker en zijn harem loopt eromheen. Jullie hebben wat met de jongens van de bouw. Zeg van. En wat is dat gevoel? Ja, gek zijn, maar wat is dat nog meer? De stoere mannen, hè? Stoere mannen, daar ben je gek op. Ja, jij toch gewoon. Oh nee, jij niet, hè? Jongens, een plank tijdens een carnavalsoptocht, ja, dat geeft uitleg. Wat is dat? Het is een 12 persoons skilaag. Gaan met z'n 12 personen tegelijk gewoon skiën hier in Slagharen. Nou, dat wil ik dan wel eens zien. Kan dat even hier op de straat? Ja, dan wonen we eigenlijk in die hoek daar zo doen, waar een heleboel mensen dat kunnen zien. Jongens,
symboliseren jullie de nieuwe motorclub van Slagharen? Ja, de Roving Spirit die gaat weg. Die gaan we verbannen en wij gaan de nieuwe club van Slagharen worden. Kijk eens aan. Ja. En moet er nog een nieuw clubgebouw komen? Ja, die rijdt met ons mee. Hè. We hebben een rijdende clubgebouw. Yo, give me something to dance to. Uit de Krim hier in Slagharen? Nou, het feest natuurlijk. Feesten, dat doen ze niet in de Krim? Ja, dat kunnen we wel, maar dat is niet zo. Maar je hebt wel een heel gezelschap meegenomen achter mij. Ja, tuurlijk, mijn hele vriendengroep, hè? De rest blijft op de plaats.
Thomas marcheren. Zij wachten tot het zaad op groen springt. En het zaad springt nu op groen. Dus we gaan los.